Goedemorgen en welkom bij Vlogmasdag 20. Bags under my eyes are real, Zalle. Het is 9:30 en ik ben stikkapot. Ik voel me echt zo moe. Ik hoop dat je zo moe bent. Geen flauw idee, misschien omdat het druk was en dat het tot veel te doen hadden en zo. Je geraakt er echt niet uit, hè? Ik zou zo terug kunnen gaan liggen. Oké, we gaan ontbijten. Yes. Ik heb me niet geschminkt voor het ontbijt, want fuck it, ik ken er toch niemand. You look good anyway. Nee, hallo. Ja, kijk hallo. Eens als ik zo doe. Oh my, wauw. Maar ja, ik voel me echt heel erg moe. Maar ik denk gewoon van zo hard te trainen deze week, zoveel werk. En ja, ik ben gewoon moe. Oké, let's go to breakfast. We zijn trouwens matchy. Ja, nou ja. Smoot. Smoot. Weet je wat de makkelijkste manier om de knop op te zetten? Ik moet mijn uitgebreid ontbijt. Maar jij hebt er geen. Ja, uw uitgebreid ontbijt. Nou, zo twee stukjes kaas. Ja, ik wou een klein beetje kaas. Oké. Dat is lekker. Ik heb een chocobroodje. En we hebben eitjes besteld. En dit is de ontbijtkamer. Het is wel gezellig. Daarachter zijn kerstboompjes. Tof, hè? Tof, hè? Hé, hey, waar staat je me niet? Ah, wauw. Ik ben al zo moe en maakt het mij nog moeilijker, gij. Zeg. Oké, we zijn aan het proberen naar de Eiffeltoren te rijden. Maar het is busy AF. Ondertussen zijn we de vlog aan het uploaden met internet. Ah, je hebt dat ook. Wat hè? Je hebt ook dat lichtje op de camera. Eeuw. Huh? Ja, dat is bij de iPhone X, hè? Dat is conspiracy, hè? Links conspiracy theory. Ah, echt? Ja, ze zeggen dat toch, dat de Apple is die meekijkt. Altijd, die filmt u constant. Wow. Ja, en nu is het weg. Oh, hier nee, daar is het weer. Ziet je dat? Nee. Kijk, ah, ja. In de camera ziet je dat, maar zo ziet je dat niet. Is dat de flits of niet? Ah nee, dat is niet waar. Flits is aan de andere kant. Nee, dat is niet de flits. Dat is waar. Dat is Apple, die naar u kijken. Dat is alleen bij de iPhone X. Hey, en Apple. XS en zo. Yo, dat is toch eng, hè? Ja. Maar dus, we zijn met het internet van de iPhone de vlog voor vandaag nog aan het uploaden. Hopelijk lukt het. Die zou binnen 3 uur online moeten zijn. We zijn toch al aan 27%. Daarnet stond hij heel tijd op 7, dus let's hope. En hopelijk geraken we ook daar. Ah, en dit hotel sliepen we. Ja, hier. Daar rot. Dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. En dat was niet duur. Maar je zit wel ver van het centrum. Allee, ver. Ja, het is 20 minuten rijden. Ah, oei, nu een half uur rijden naar de Eiffeltoren. Ja. Omdat je fout bent gereden. Maar oké. Komen er wel. We zitten nu bij Pizzeria, eigenlijk puur gewoon omdat we de vlog moesten uploaden en de laptop moesten dingetje opladen. Mijn laptop staat trouwens daarachter, maar je ziet hem nu niet. En ik heb een carpaccio met champignon en Sam heeft Caesar salad. We zijn bij de Eiffeltoren, maar je ziet hem maar half. De helft van de Eiffeltoren is verdwenen. Van de wolken, yep. Het is helemaal in de wolken van uw komst. Van mijn komst? Oh, maar hij heeft mij al een paar keren gezien, dus. Nou ja, dan niet. I just
Cheat meal! Oh, jong, meet je dat? Wat je eerst zet? Ik heb wel boterhammetjes bij, hè? Die zijn al op, hè? Nee, Talisa. Die zijn op, die hebben gisteren. Wordt niet meer. Vandaag mag ik het zoeken. En kijk eens, wat het is. Dat is gewoon een bos. Ja, het valt wel. Chicken nuggets en een hamburger, eigenlijk. 20 chicken nuggets. Als we cheaten, dan doen we het niet te groen. Niet te groen. Ja, het valt wel mee. Ik ga het misschien straks of sowieso morgen vroeg. Ik mag cardio doen, dus. Eten. Nee. Oh, hopelijk. Ja, cardio. Ja. Eten. Ik hoop dat ik mijn vinger niet op de dingen was aan het houden de hele tijd. Waarschijnlijk wel. En nu zit je wazig. Shit, man. Sam, leer filmen, jong. Hallo, hier ben ik. Het is geen volger, hè. Nee, echt waar. Ik ben bijna te laat. Sst, niet zeggen. De vinger. Niemand had de dat door. Niemand had dat door. Oké, jong, eet gewoon die chicken nuggets, man, dat ik u niet meer hoor. Vech. Hey! Dag, schatjes. Dag, baby's. We're home. Hey. Dag, schatjes. Shalika. Hey, dag, schat. Hey. Shalika. Hoi, chickens. Wij zijn terug thuis bij deze stinkpartekens. Stinkparteken 1. En kom er nog iemand dus? Kom eens hier. Nee? Wil alleen Milky bij mij zijn? Oké, alleen Milky wil. I missed you guys. Het was best een lange autorit. Maar oké. We hebben het overleefd. En nu ga ik mijn adventkalenders openmaken. Ik ga ze weer snel openmaken en dan gewoon laten zien. Snoepjes tijd. Ja. Ga maar kijken. Even. Milky. Kom Milky. Milky, hier. Kijk. In mijn kalender zat, ik had een chocolaatje van IKEA. Zo. Dan, Bruno Vasari had ik blijkbaar 2 dagen nog niet open gedaan. Ik weet niet waar dat fout is gegaan. Maar alleszins, er zit een strengthener nagellak in. Dat is super tof, vooral als ik geen gel meer heb op mijn nagels. En de Lab Division Peptide Eye Contour Gel Cream. Die gebruik ik wel vaak al. Die heb ik in de grote versie. Dus dit is wel heel leuk als we op reis gaan of zo om dat mee te nemen. En dan bij Kiehl's zit Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate in. Met hyaluronic acid. En dat ziet er zo uit. Oké, dat is wat in mijn adventkalender zat. En naar goede gewoonte komt Laurens zo dadelijk. Laurens komt hier chillen. Ik weet eigenlijk niet hoe laat. Ze heeft mij nog een bericht gestuurd, maar ik heb nog niet gekeken. Als jullie trouwens mijn jogging leuk vinden. Ik denk dat ik die gisteren in de vlog al heb laten zien. Maar die is van Totally Too. Ik heb die daar al laten zien, denk ik. Dus maakt niet uit. Oké. Let's go. En do some chilling. Maar ik moet ook nog monteren. Dus monteren en chillen.